Dit is Drenthe Nu van vrijdag 26 juli met vanavond. Nederlandse Olympiërs dragen Drentse sportkleding. 10-jarige triatleet Tavi verrast door oud-Olympisch zwemkampioen. En Oosterhesselen verandert weer in een klein stukje Parijs. In de loop van de dag begon de zon door te breken en werd het een graad of 20. Deze jongens zitten in korte broek trucks te spotten die richting het TT-circuit gaan. En Robert gaat zo meteen in op het weer van dit weekend. Goedenavond. Er zit een flinke Drentse tint aan de Olympische Spelen in Parijs. De officiële sportkleding in en buiten het veld komt uit Assen. Het bedrijf maakt al voor de 5e keer de outfits voor Team NL. Dat bestaat uit maar liefst 800 mensen. Iedereen die krijgt een trolleybag vol met allemaal kleding. Nou, en dat is eigenlijk bijna alles behalve de onderbroek. Een petje. Die kan ook in het oranje. Mogen ze kiezen. Natuurlijk een korte broek. En dan hebben we natuurlijk een polo shirt. En hier is het ook letterlijk oranje boven. Want de bovenkant is oranje. En dit is door de hele kledinglijn eigenlijk wel terug te zien. Rood met blauwe details in de mouw. Ze zeggen wel eens, kleren maken de man. Nou, aan kleding geen gebrek voor de Nederlandse sporters en begeleiders. En een speciaal event shirt. Het is helemaal in de stijl van Team NL richting Parijs. Met Eiffeltoren. Met Eiffeltoren, ja, goed gezien. En ook wat kleurelementjes zoals de ene mouw blauw, de andere mouw oranje. En een detail, de Eiffeltoren. En hier hebben we het pronkstuk uit de collectie. Dit is een iconisch jack uit de tijd van Björn Borg. En hier hebben we onze eigen versie van gemaakt, functionele versie. Dus die kan ook als trainingsjack gedragen worden. En als het goed is zien we deze vaak terug, want deze moet gedragen worden bij de medailleuitreiking op het podium. Het bedrijf maakt al sinds de Olympische Spelen van 2018 de kleding voor Team NL. En dat blijft voor hun een gaaf project. Zeker weten, ja. Ja, het ontwikkelt zich toch elke keer door. Andere materialen en je krijgt natuurlijk feedback van sporters, begeleiders vanuit eerdere evenementen. En die probeer je weer mee te nemen om weer te verbeteren. En qua design zit er ook altijd een uitdaging, want het moet niet helemaal hetzelfde zijn. Hoewel we toch wel aan het oranje vast moeten houden. En met veel verschillende sporten zijn er het afgelopen half jaar dus ook heel wat kledingstukken ontworpen en gemaakt. Dit is de Olympische tijdritpak. Die maken wij ook. En we hebben bijvoorbeeld de roeikleding. Nou, normaal gesproken maken onze roeitoppers ook wel kans op een medaille. Dus we zijn blij dat we daaraan mee mogen werken. Dan hebben we natuurlijk ook schoenen in het pakket. Dit zijn de runningschoenen, de sportieve schoen. Die zijn ook volledig custom made voor Team NL. En die moeten ze ook aan bij bijvoorbeeld het podium. Na een laatste check gaan de outfits naar Parijs. Ons werk zit erop voordat de Spelen beginnen. En dan kunnen we lekker achterover zitten en ervan genieten. Hopelijk met veel medailles. De een doet een triathlon om geld in te zamelen voor kinderen met kanker in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De ander zwemt de Elfstedentocht om geld bij elkaar te halen voor onderzoek naar de ziekte. Je zou de 10-jarige Tavi uit de wijk en Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden misschien wel lotgenoten kunnen noemen. En wat doe je dan als twee mensen dezelfde missie hebben? Juist, dan breng je ze met elkaar in contact. Terwijl Tavi niets vermoedend een paar baantjes trekt, heeft Maarten zijn zwemkloffie aangetrokken om de jonge triatleet te verrassen. Hallo? Hey Tavi, jij bent Tavi toch? Ja. Kom eens hier zitten. Ik ben hier gekomen want ik hoorde dat jij iets heel bijzonders doet. En dat doet Tavi zeker. Deze zomer legt hij hardlopend, fietsend en zwemmend tientallen kilometers af voor het goede doel. Niets is te gek voor hem, maar van de ontmoeting met zijn sportheld moet hij toch even bijkomen. Het is te mooi om uit te leggen. 3, 2, 1. Maar stilzitten zit er niet in vandaag. Er moet gezwommen worden, samen met Maarten. Ja, maar als je een jongen die dan zelf verzint van ik ga wat doen en dan gaan we voor kankeronderzoek geld inzamelen. Waanzinnig toch? Zeg Tavi, hoe gaat het? Goed. Heel erg goed zelfs. Hoeveel baantjes heb je er inmiddels op zitten? Ongeveer 30. Hoe doet hij het? Ja, wat een talent hè. Ja, grootslag, boskrol, alles. Helemaal geweldig. Zo'n beroemde meneer, dan wil die even een paar baantjes met je zwemmen. Ja. Nou, dat is wel heel bijzonder. Tavi omschrijf je als echt als een idool, als een voorbeeld. Hoe voelt dat nou als je dat hoort?
Ja, bijzonder. Weet je, ik won die Olympisch gouden plak 16 jaar geleden. En toen dacht ik heb een gek idee en ik ga die elfstedentochten doen. En dat ik op die manier ook weer Tavi een stukje kan inspireren dat hij nu ook geld inzamelt. Ja, dat maakt het volgens mij heel erg mooi rond. Tavi hoopt eind volgende maand 10.000 euro te hebben ingezameld. Het zwembad heeft nog een kleine verrassing voor hem. Een abonnement. Omdat het zwembad ook zo super trots op jou is. Dank u wel. Het aantal wolvenaanvallen in Drenthe is in de eerste 3 maanden van dit jaar meer dan verdubbeld vergeleken met vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 55 gevallen geregistreerd. Het komt door de groei van de wolvenpopulatie en omdat er volgens Wolvenvereniging Bij 12 te weinig preventieve maatregelen worden genomen. In Nederland leven inmiddels meer dan 50 wolven. Vanaf 2015 zijn de meeste aanvallen in Drenthe in de gemeente Westerveld geweest, namelijk 148 keer. Vanavond worden de Olympische Spelen in Parijs met een 3 uur durende ceremonie geopend. Ook Drenthe heeft een beetje Parijs in zich vandaag en wel bij schilderfestival Montmartre in Oosterhesselen. Deelnemers zijn enthousiast, maar of het festival kan blijven bestaan is de grote vraag. Volgend jaar viert het festival hopelijk een jubileum. We proberen de 20e keer te halen. Alleen, ja, we hebben wel nieuwe vrijwilligers nodig. En het liefst ook nog wat andere bestuursleden. Om het zaak wat levendig te houden. De vrijwilligersclub, heel enthousiast. Maar die worden ook ouder. En dat moet allemaal wel gebeuren. Dienen zich geen nieuwe bestuursleden aan, dan dreigt het festival te verdwijnen. Nou, dat is een van de weinige dingen die in het dorp worden georganiseerd. Dus dat moeten we echt voor het dorp moeten bestaand houden. Er is gewoon niet zo heel veel in Oosterhesselen. Nee. Ja, sowieso als cultuur verdwijnt is natuurlijk wel een verarming van de maatschappij. En dit moet kost wat het kost blijven. Het zou jammer zijn als er weer iets verdwijnt. Er verdwijnt al zoveel eigenlijk aan activiteiten. Dat zou heel zonde zijn. Maar ja, vind maar eens nieuwe bestuursleden. Ik zou het jammer vinden, zou ik zeggen. Nou, start ergens anders waar nog wel vrijwilligers zijn. Maar ja, dat zal wel niet kunnen. Ik hoor dat altijd bij elke vereniging. Vrijwilligers tekort. Altijd. Het festival is uniek in het noorden van het land. Wij proberen het Montmartre in Parijs zoveel mogelijk na te bootsen. Dus wij verwachten van de deelnemers dat ze hier dus ook gaan schilderen. En in elk geval iets op de ezel hebben. Je moet hier echt aan het werk zijn, aan het schilderen of aan het tekenen. Mensen moeten kunnen zien wat je maakt en hoe je het maakt. En daar kun je dan mee in gesprek over. Mensen willen graag weten hoe je dingen doet en of ze dingen mooi... Je kan in gesprek met het publiek, zeg maar. Je ontmoet altijd leuke mensen die belangstelling hebben voor schilderkunst. En dat is voor mij voornaamst. En ik ben lekker zelf aan het werk. De overlast van de eikenprocessierups valt dit jaar behoorlijk mee, al zijn er her en der nog wel bomen met rood-witte linten te zien. Dit jaar zijn er minder nesten geteld van de rups, maar het betekent niet dat we van de eikenprocessierups af zijn, want naar verwachting neemt het aantal rupsen in de komende jaren wel weer toe. En we hebben ook kleine insecten waar we wel blij mee zijn dat ze nog in Drenthe voorkomen. Zoals de heidehommel. Dat is een zeldzame hommelsoort en komt alleen nog voor op de Drentse zandgronden, zoals het Dwingelderveld. Tussen mei en september is het beestje te zien en de nesten zitten vaak net onder de grond. Voor de tweede keer is het beste ijs van Drenthe afkomstig van bakkerij Gosselaar in Assen. Hier is voor Corine Gosselaar een hele zoektocht aan vooraf gegaan. Haar man Martijn overleed vorig jaar plotseling en het bleek dat hij zijn recepten niet helemaal duidelijk had opgeschreven. Dat was best wel een zoektocht, want Martijn schreef en linkshandig en schuin. Dus dat was een boekje met kladjes en daar stonden 4 recepten van bijvoorbeeld het aardbeienijs in. Ja. En er stond dan bij, dit is de juiste of de goede of 2023 of dit is hem. Ja. En toen ben je nog niks. Nee, toen wisten we dus nog niks, want het waren 4 verschillende recepten. En daar hebben we echt maanden voor moeten puzzelen en proberen. En ik denk dat we er nu uit zijn. Ja, hè? Ja. Het Peizerparadijs. Zo noemen Johanna en Dienke hun achtertuin van 1 hectare bij hun woning in Peizen. Een kas, een akker en zelfs een stukje veen. In de tuin kom je van alles tegen. Het lijkt me wel mooi om een boeket te maken van de verschillende duizendblad en van de salvia. Oeh, mooie kleuren. En dan in die grote groene vaas, weet je wel. Ja, mooie kleuren bij elkaar. Een voortuin vol kleur en een wilde, verrassende achtertuin.
Deze groene hectare in Pijzen is... ons Pijzenparadijs. Ja. Een tuin met vele gezichten. Ja. Ja. Er zitten heel veel aspecten aan. Heel veel verschillende kanten. Ja, we zijn hier 3 jaar geleden komen wonen. We hebben een stuk weiland omgetoverd tot een soort akker met akkerbloemen. We hebben een stuk bos, we hebben een moestuin, een hele grote kas. Een hele tuin. Bloementuin, boomgaard, kortom. Oh ja, en eigenlijk ook een stukje veen. Dat is wel heel mooi, hè? Dus we hebben met de buren hebben we een soort grensrivier. En dat wordt heel erg veenachtig naar achteren toe. En daar hebben de vorige bewoners een hele grote kikkerpoel laten graven met een wal eromheen. En ja, dat doet wel heel erg oervenig aan. En er is volop ruimte voor kunst en verbeelding. En ik ben beeldend kunstenaar. Ik heb altijd gedenktekens gemaakt in hout. Ik ben echt een beeldhouwer in hout, niet in steen. Maar daar ben ik mee gestopt, want ik ben met pensioen. En daarom kan dit natuurlijk ook allemaal, dat we dat hier onderhouden. Ja, en ik probeer wat overgebleven is van mijn werk. Een houtbewerker moet altijd veel te veel voorraad hebben. Je moet kunnen kiezen. En ja, dat verwerk ik gewoon hier. En het hout mag daarbij gewoon vergaan. Net zoals de oude paaltjes. Een van de redenen om 3 jaar geleden hier naartoe te verhuizen. Eigenlijk vielen we allebei op de weidepaaltjes. Rikkepoeltjes in het Drents. Allemaal gekloofde eikenpalen, al helemaal verweerd. Met mosjes erop en zo. Nou ja, dus. Noten erin. De eekhoorn er. Ja, er gebeurt van alles in die paaltjes. Mosjes erop. Dat is een tuintje op zich, zeg maar. Over 10 jaar zijn we 80, dan is het wel, denk ik wel, nog wat nasudderen en dan mag iemand anders het gaan doen. We zijn hem aan de rand van Assen bij het TT-circuit. En aan wat trage morgen kwam de dag toch echt goed op gang. En aan de honderden vrachtwagenspotters die hier mee toestaat, de skier weer bij Truckstars iets voor de boeg. Het grootste transportfeest van Europa. Vanavond is het rustig. Of het hier ook rustig blijft, dat weet ik niet. Maar wat weer betreft in ieder geval wel. Het wordt goed helder aan de locht, een graad of 11. En in de morgen kans op mistbanken. Morgen lossen de mistbanken voorzichtig op. En wat volgt is een zoals nodig droge dag. De voorspelde regen die blijft doet, het zal op een enkel buigje na droog blijven. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de mensen die hier het festival bezoekt. Een graad of 22 in de mix van wolken en zon. Ja, dan nog even het weer voor de komende dagen. De kou kort en krachtig overwezen. Het wordt licht zomers te noemen. Temperatuur boven de 20 graden die voorzichtig na de zondag zachtjes aan elke dag een klein beetje opkrabbelt. En verder een boel ruimte voor de zon. En dan zit ze hier bij de truckstafel op te wachten. Woensdag dan komt er verandering in, maar zo wie dus nog niet. De vrachtwagen hier achter mij, die glumt in ieder geval als een kattenkeutel in het maanlocht. Tot een andere week. Tjo. Tot zover het Drentse nieuws. Meer is natuurlijk te vinden op onze site en in de app. Lees daar dat vooral Drentse vrouwen medailles voor Nederland wisten binnen te slepen. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.